de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxie, is er op deze woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering ingegaan op een aantal zaken welke brandend zijn wanneer het aankomt op zijn ministerie. Zo is er aan de minister gevraagd hoe het zit met de patrouille van de politie in en nabij scholen, mede gelet op het feit dat wij gisteren een incident hebben gehad waarbij twee scholieren ernstig verwond zijn geworden. Verder is er aan de minister gevraagd over dat stukje veiligheid algeheel in Suriname. Goedemorgen via uw medium aan de Surinaamse gemeenschap. Ten aanzien van uw vraag. Kijk, er zijn regels. Overal zijn er regels. Toch? En de leiding van de Nationale Assemblée, die de vergadering leidt, ook daar moet er orde worden gesteld. En als er assistentie wordt gevraagd van de politie, van de sterke arm, om de orde te helpen handhaven, dan moet de politie dat doen. Zo werkt de politie. En de politie heeft procedures, heeft protocollen waarmee er opgetreden wordt. En precies die protocollen zijn gevolgd om in dit geval de DNA-lid BOVA buiten te zetten. Dus het is geheel volgens procedures gegaan. Dus dat heb ik u al uitgelegd. Hè? Er is een procedure vastgesteld en daarin word je getraind als politieambtenaar hoe je een ordeverstoorder moet begeleiden naar buiten. Als die persoon verzet pleegt, dan zal je dat verzet moeten breken. Dus dat is allemaal geregeld en naar mijn inziens is dat volgens boekje gegaan. Een paar maanden geleden, minister, hadden wij u de vraag gesteld over de veiligheid rond scholen. En we zien dat er gisteren wederom een ernstig incident is voorgedaan, waarbij drie scholieren verwond zijn geworden. Wordt dat nog steeds gehandhaafd door de politie dat ze patrouilleren in en rondom scholen? Er wordt nog steeds gepatrouilleerd, inderdaad, om en rondom scholen. Ik zie mijn collega binnenkomen. Ik heb gisteren nog een verzoek van hem getekend, waarbij er zeker 110 personen zullen worden opgeleid als buitengewone agent van politie. En zij zullen dan worden aangesteld om controles uit te voeren op de scholen. Minister, met betrekking tot moord en zelfmoordgevallen, we hebben gisteravond weer een geval gehad. Wat is de reactie van de politie naar de samenleving toe als we het hebben over informatie, voorlichting of preventie? Kijk, die informatie, de voorlichting moet agressiever. Je kan natuurlijk niet alles voorkomen, maar als je de gemeenschap wegwijs kan maken met informatie, zodat ze, weet je, op hun niveau zelf preventieve maatregelen kunnen treffen. Dan zijn ze geholpen. Ik heb bijvoorbeeld een rapportage gehad gisteren van een geval waarbij een stier een persoon heeft aangevallen. Die is komen te overlijden. Er was ook een geval van moord en zelfmoord. De politie kan natuurlijk niet overal zijn, maar als je de informatie naar de mensen brengt, dan kunnen ze wel zelf de preventieve maatregelen treffen om erger te voorkomen. Maar onlangs van de voorlichting, minister, dan heb ik het niet zeggen over dat van het verkeer gezien haast dagelijks
nog tegen zeer veel aanredingen. Ook de barometer voor wat de aandacht eerst noemde, dat is ook allemaal aan de stijgende kant, minister. Ja, wat wordt er vanuit uw ministerie nog gedaan om, ja? We gaan, de politie zal sowieso agressiever moeten gaan optreden, ook in het verkeer. En wat dat betreft hebben we verleden week nog, heb ik nog verleden week met de korpsleiding vergaderd om, weet je, ook in aanloop naar de feestdagen toe, om echt agressiever te komen met voorlichting, om alle beschikbare middelen in te zetten. Zowel personeel als materieel, om, weet je, beter te handhaven in het verkeer. Ja. En wanneer wij als samenleving bericht te krijgen als een politiek voertuig over de kop zijn gegaan, ja, is dat allemaal part of the job? Of zegt u dat dat politieambtenaren dat wel wat voorzichtiger moeten omgaan? Ze moeten sowieso voorzichtiger omgaan. Om, weet je, eigenlijk de politie, de veiligheidsdiensten, moeten zelf ook een voorbeeld zijn van wat er in het verkeer gebeurt. Wanneer je bijvoorbeeld naar een geval moet spoeden, dan ga je zwaailicht en sirene gebruiken, maar zelfs onder die omstandigheden moet je proberen te voorkomen dat je roekeloos gaat rijden. Dus dat geldt sowieso voor ieder. Dus ik krijg elke dag rapportage van de resortcommandant van Latour omtrent het verkeer. En dus dit geeft hij me ook door. Dan zal ik hem ook daarop attenderen om ook daarop te letten. Alsjeblieft. Minister, nog een vraag met betrekking tot de vorderingen van mensen die werken op de CEO-zaak, dus de maatschappen, of de ambtenaren die werken op de CEO. Wanneer komen er weer vorderingen? Voor wat betreft de korpsen, hebben we zeker een maand terug met de bonden alle achterstanden ingelopen. Hier en daar zijn nog wel wat stukken pending, maar bij alle korpsen kan ik zeggen dat we geen achterstanden hebben. PSU, dat blijft een issue. We hebben wel overal, bijvoorbeeld nieuw uniformproject voor de politie, dat wordt ook aangepakt. We hebben eigenlijk een project lopen om dat uit te voeren. Jammer genoeg moeten er weer wat administratieve zaken worden gedaan vanwege eigenlijk ontwaarding. Van de dollar, dat we dus eigenlijk de rekening moeten bijstellen. Het wordt hoger, maar het wordt wel uitgevoerd. En de ACC, de missies die worden uitgevoerd in het Middelland, u gaf aan de afgelopen week dat de maatschappen met de militairen voor 2-3 dagen naar het Middelland vertrekken. In hoeverre zijn er nog wel succesvol met die missies? Dus na het interview dat u met mij hebt gehad, in die periode zijn er nog geen missies uitgevoerd.